Halleluja, halleluja, halleluja. Goeiedag, beste kijker, broeder en zuster. Halleluja, God zegen. Wat is het leuk om weer bij u te zijn na een paar weken van een welverdiende vakantie. Maar ik ben terug. Terug om u weer te bedienen met het woord. Terug om met u te praten over onderwerpen van het woord. Zaken die wij als christenen moeten weten. Zaken die we zelf moeten brengen naar andere mensen. Gelovigen die zwak zijn. Gelovigen die afgevallen zijn. Maar ook ongelovige mensen die nooit van Jezus Christus gehoord hebben. Ik sta hier vandaag als Bijbelleraar, Vader, om u te bemoedigen. Om u te bedienen. En om u tips en tools mee te geven. Om God te dienen op de juiste manier. Ik doe dat in de naam van Jezus Christus. Ik doe dat omdat God mij gevraagd heeft om het te doen. Ik doe dat onder begeleiding van de Heilige Geest. Dus wat uit mijn mond komt, beste broer, beste zus, kan ik niet zomaar zeggen. Het staat ook in het woord dat de leraren, de Bijbelteachers, zwaarder worden gestraft door God als zij de verkeerde doctrines of de verkeerde dingen verkondigen. Beste broer, beste zus, ik sta hier vandaag. En ik ga één ding tegen u zeggen. Ik hou van u, beste broer, beste zus. En God zegen. Vandaag praat ik over bekering. Bekering is je afkeren van het oude leven. En bekering is zo belangrijk als je wil komen op die plaats waar God je wil hebben. Want God heeft een plan voor ieder. Ja, beste broer, beste zus. Dus vandaag praat ik over bekering. Maar voordat ik verder ga, wil ik het woord opdragen aan onze lieve Vader. Vader in de hemel, trouwe Heer en Vader, we danken u voor vandaag. We danken u dat ik vandaag hier weer mag staan en het woord mag brengen zoals u dat wil. Laat uw wil geschieden, niet mijn. Laat uw wil geschieden. I'm just a vessel. Ik ben uw dienstknecht om het woord te brengen. Ik leg deze hele sessie, Martin, mezelf, de productie, apparatuur in uw handen. En ik vraag u zegen en kracht en wijsheid om te doen uw wil. In Jezus' naam. Amen. Ja, dus vandaag, voor zij die laat hebben ingetuned, ja, ik praat over bekering. De afgelopen jaren zie je dat het gewoon helemaal verkeerd gaat in die wereld waarin we wonen. Er gebeuren veel goede dingen, maar er gebeuren ook heel veel slechte dingen. En dan denken we soms van, waarom gebeurt het? Waarom laat God het toe? Maar als je bekeerd bent en je bent een kind van God, dan ga je je vader begrijpen waarom er een aantal dingen gebeuren. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met rampen. Nu, op dit moment, hebben we te maken met humanitaire rampen. Nu hebben we te maken met oorlogen al over de wereld, brandhaarden enzovoort. Die gedaan worden door mensen die onder invloed staan van Satan. Want als je een kind van God bent, dan weet je dat je bepaalde dingen moet doen. Bepaalde religieën zijn religieën van Satan. Ze zijn niet zuiver. Ja? Het zuiverste woord komt uit de Bijbel. Het is het woord van God. Want er is maar één God. Dat is Jehovah. Jehovah Rafa, Jehovah Tzidkenu, Jehovah Elohim, de God der goden, de koning der koningen, de Heer der heerscharen. Dat is God almachtig. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het eind. Niemand is groter dan God. En er is maar één God die bestaat uit de heilige drieënheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Halleluja. Prijs hem zoveel als mogelijk. Dank hem zoveel als mogelijk. Want alles wat we doen is te weinig om hem te behagen. Maar toch, omdat we zijn kinderen zijn, ja, zal hij altijd voor ons zorgen. Het staat ook in zijn woord. In Psalm 45 staat het ook. Hij gaat voor zijn mensen zorgen. De kinderen die in hem geloven. Maar de goddelozen, daarmee gaat hij afrekenen. We horen niet tot die groep van die goddelozen. En daarom praat ik vandaag over bekering. Want als je je niet bekeert, behoor je
tot die groep van die goddelozen. Vooral mensen, vooral christenen, ja, moeten zich gaan realiseren dat de tijd aangebroken is. Dat de komst van Jezus Christus spoedig is. Dat de tijd is aangebroken. Dat jij je moet leven zoals God dat graag wil. Dat je gaat leven, dat je gaat zeggen, Abba Vader, ik heb een probleem. Dan zegt hij tegen je, mijn zoon, mijn dochter, ik los het voor je op. En in die fase moeten we op dit moment verkeren. Maar als je ongelovig bent, als je Jezus niet in je leven hebt, hebben we een probleem. Maar meer nog, sommige mensen zijn christenen. Ze dragen de titel van christen. Ja, ze roepen altijd, ik ben een christen. Maar ze leven niet als een bekeerde. Aan hun gedrag kan je niet eens zien als ze werkelijk christen gaan. Want ze gedragen zich als wereldse mensen. We moeten een verschil hebben. Er moet een verschil zijn. En er is op dit moment heel weinig verschil. Het begint vaag te worden. Dus mensen, je moet je niet schamen voor Jezus. Want Jezus zegt, als je je voor mij schaamt, dan ga ik me schamen bij de Vader voor jou. Beste broer, beste zus, ik praat over bekering. Als de Bijbel, ja, het woord van God oproept om je te bekeren, dan is het menens. Ja? En vanaf het Oude Testament in het Nieuwe Testament, en we leven in het Nieuwe Testament, is het tijd, is de oproep om je te bekeren. En als je al bekeerd bent en je leeft, beste broer, beste zus, zoals God dat wil, dan moet je mensen helpen, dan moet je zaadjes gaan planten. Je hoeft niet te overtuigen, want dat doet de Heilige Geest. Maar je moet zaadjes gaan planten. Iemand moet één keer, desnoods één keer in haar of zijn leven, het evangelie gehoord hebben. En die keuze maakt de persoon zelf. Kies ik voor God, ja, dan ga ik naar de hemel. Kies ik voor het leven met Jezus Christus, dan heb ik een gezegend leven. Of kies ik voor die andere kant, die wereld met al die lusten en die lasten en de vernietiging van Satan. Want Satan houdt niet van de mens. Satan vernietigt jou. En hij gaat je gebruiken om andere mensen te vernietigen. Ik waarschuw vandaag. Ik waarschuw. Beste broer, beste zus. Ga leven zoals God dat wil. Als je bekeert, dan gaat God voor je zorgen. Bekeren betekent je omkeren, een draai van 180 graden maken van de dood naar het leven. En die oproep tot bekering geldt voor een ieder. Bekering begint in je hart. Door de wedergeboorte, de Heilige Geest, leer je anders kijken en denken. Kijk wat er staat in Efeze 4, vers 23. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. Dus wanneer de Heilige Geest in jou komt, wordt jouw denken verjongd. Maar nu ga ik Efeze 4, vers 23. Laat me even lezen vanaf 21. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Dus het moment dat je zegt van, ik wil me bekeren. Je neemt dat besluit. Het is een besluit wat je neemt. Het is een besluit wat je neemt. En je neemt dat besluit dat vanaf vandaag wil ik leven zoals graag Jezus wil. Dan begint het proces. Want als je zegt dat je je bekeert, wil toch niet zeggen dat nog niet zeggen dat je wedergeboren bent. Je zegt dat je bekeert en je start het proces. Je hebt het besluit verstandelijk genomen om te zeggen, ik wil een ander leven. Je mensen die zich bekeren, zijn mensen die hun eigen leven haten. Ik zeg het nog een keer, want het klinkt gek. Mensen die bekeren, zijn mensen die hun eigen leven haten. Waarom zeg ik dat? Omdat het leven wat je leeft niet goed is. Je leeft in het vlees. Je doet dingen in het vlees. Je roddelt. Je pleegt overspel. Je steelt. Je zondigt. Je wil af van het leven. En wanneer je af van het leven wil, dat wil zeggen, je gaat je bekeren. Ja? En daarna moet je wedergeboren worden. En dan ga je de instructies krijgen van de Heilige Geest. Maar kijk wat er staat in Efeze 4 vanaf vers 21 tot en met 23. Listen! Maar gij, heel anders. Gij hebt Christen leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord. En zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij, vers 22, wat uw vroegere wandel betreft, dus before you bekeert, dus dat gij wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ter verderven gaat naar zijn misleidende begeerte. Al die begeertes die je hebt. En dan komt vers 23. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. Ja, beste broer, beste zus. Listen. Nogmaals. Bekering begint in je hart.
En als wij bidden en God vragen om iets en je bent bekeerd, je leeft heilig, dan is jouw gebed een gerechtvaardig gebed. Dan wordt het verhoord. Dus als twee mensen bidden, staat er in het woord. Waar twee mensen bidden, waar twee mensen vergaderd zijn in mijn naam en het zijn bekeerden, dan ben ik aanwezig. Ik ben hier met Maarten, ik maak die opname. We zijn vergaderd in de naam van Jezus om deze opname te maken. Dus dat wil zeggen, Jezus is aanwezig. Dus als ik hier met Maarten zeg en ik zeg tegen hem, wanneer de verkiezing straks komt, dan moet er worden kiezen voor de juiste president. Niet die man die schreeuwt dat hij 100.000 stemmen gaat krijgen. Nee, dat is niet de wil van God. God bepaalt wie president gaat worden. Maar dat is een hele andere story. Ik denk dat ik nog ook een programma ga maken over christenen en de verkiezingen. Maar laat dat even, want daar praat ik over bekering. Dus zie je dat wanneer je bekeert, ja, wanneer je hart verlangt naar een ander leven, dan gaat God jou daarmee helpen. Dus plotseling zie je hoe je leven echt is. Plotseling zie je hoe je leven duister is. Plotseling zie je dat je hebt altijd pech. Je bent altijd ongelukkig. Je moet je echt afvragen, hoe komt dat? Maar wanneer je dat afvraagt, ben nooit gelukkig. Ik kan geen man vinden. Ik kan geen vrouw vinden. Ik heb altijd tekort aan geld. Ik heb altijd schulden. Vraag jezelf af, hoe leef je? Wat is het met je leven wat niet goed is? Ja, en als je niet goed leeft, dan heb je een probleem. Er kunnen ook generatievloeken zijn. Maar als je bekeerd bent en een kind van God, gaat God je helpen. Bekering is een serieuze zaak, beste broer, beste zus. Als je door blijft gaan met dezelfde levenswijze, ga je je eigen ondergang tegemoet. Beste broer, je gaat je moeten omkeren. Voordat die wedergeboorte plaatsvindt, vindt er eerst bekering plaats. Men gooit ze door elkaar. Ja, je bent een wedergeboren christen, maar je bent nog niet bekeerd. En dat kan! Je moet je eerst bekeren. Wanneer je bekeert, dan word je wedergeboren, want dan ga je ondergedompeld worden en dan word je vervuld van de Heilige Geest. Ja, in verschillende sessies heb ik al eerder gesproken over wedergeboorte. Maar nu praat ik over bekering. Ja, dus beste mensen, voordat de wedergeboorte plaatsvindt, vindt er bekering plaats. Ja, dus wat moet ik doen? Wat moet ik aan u meegeven? Wedergeboorte verwijst naar het proces, ja, het geestelijk proces van de vernieuwing en de transformatie van de persoon. Dus de bekering is een beslissing, is een besluit wat je vleeselijk neemt. En dan ga je dan zeggen van, jongen, ik wil me bekeren. Vanaf vandaag wil ik bekeren. Dan ga je bij de ouderling, dan ga je bij de diaken, dan ga je bij de pastor, ga je bij de apostel je bekeren. En wanneer je dat hebt gedaan, dan doe je het zondagsgebed en dan gaat hij ervoor zorgen dat je gedoopt wordt in de Heilige Geest. Dus wedergeboren is dat spiritueel proces. Dat is het geestelijk proces van transformatie naar de persoon die gaat bewijzen dat het een kind van God is. Het wordt vaak, dus ja, Het wordt vaak gebracht als een doop. Het is ook een doop. Een doop van de Heilige Geest. Ja? Wanneer je ondergedompeld wordt, dat wil zeggen dat je het oude leven aflegt. Dat je leefde voor die bekering. En dat je als een nieuw mens weer opstaat. Wie is ondergedompeld? Jezus is ondergedompeld. Johannes doopte mensen. Dus als jij als baby geboren bent en je gaat naar de kerk en men druppelt een paar dingen op je hoofd en men zegt je bent gedoopt, is niet waar. Je moet ondergedompeld worden. Want als Jezus heeft het voorbeeld gegeven, ja, en als Jezus heeft gedaan, heeft om ondergedompeld te worden, wie ben jij? Johannes de Doper wil dat bijna niet doen. Heeft Jezus gezegd van, wat gebeurt er met je? Heeft tegen Johannes gezegd, wat gebeurt er met je? Je moet me onderdompelen, broeder. Dit is die opdracht die je hebt gekregen van mijn vader. En Jezus is ondergedompeld. En op het moment dat Jezus werd ondergedompeld, ging de hemel open en de Heilige Geest kwam als een duif op hem neer. Dus als jij je bekeert en je wordt wedergeboren, moet je ook ondergedompeld worden. Dan zal de Heilige Geest op je komen. Ja, en moet Jezus antwoorden. En wanneer ben je ondergedompeld? Kijk het antwoord van Jezus. Waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit waterrecht. Dus je moet wedergeboren worden om het koninkrijk van God te krijgen. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Dat is voor je bekering. En wat uit de geest geboren is, is geest. Dus wanneer je zegt, ja, ik bekeer me, en je wordt ondergedompeld, dan word je wedergeboren in de geest. Ja, verwonder u niet dat ik tegen u zei, jullie moeten opnieuw geboren. We must be born again. Dus daarom, beste broer, beste zus, wanneer iemand zegt, hij is gay, hij is homo, die persoon is zo geboren, daarom moet je wedergeboren worden. Daarom. Dus wanneer je gay bent, leef je in zonde.
Ik haat geen mensen. Ik haat geen mensen, laat me duidelijk zijn. Het zijn van het uitvoeren van homoseksuele daden is niet goed. Het is zondige. Ja? Oké, laat me dat zeggen. Maar ik heb met niemand problemen. Met niemand. Ik hou van ieder. En ik laat je in je waarde. Dus, voordat je wedergeboren wordt, moet je ja bekeren. Dus wat houdt die bekering in? Bekering houdt in ervoor zorgen dat je je rug keert, dat je je levenswijze verandert. Ja? En we leven zoals God dat wil. Dat is bekeren. Maar veel christenen zeggen ze dat ze bekeerd zijn en tot Jezus, maar hun levenswijze is nog precies het andere. Want je roddelt nog. Ja, ik zeg het. Je roddelt nog. Je roddelt. Je praat vuile termen. Je zondig. Je kijkt stiekem naar porno. Je zondig nog. Dan kom je zondag in de kerk staan en dan ga je klappen. God ziet alles. Ik zie niet alles. Beste broer, beste zus. Dat ik smaak vind dat ik niet fair ben. Ik ben op tv. Ja, ik schreeuw. Ik zeg dingen hoe dingen zijn. Ik hoef met niemand vrienden te zijn. Zolang ik vriend van Jezus ben. I'm not in the business of making friends. I'm in the business to enjoy my life with Jesus. En als ik je moet waarschuwen, als ik je moet zeggen wat Jezus denkt, dan zeg ik wat Jezus denkt. Ik spreek niet voor mezelf. Niet Martijn van der List heeft gezegd. Ik zeg het hoe mijn vader het gezegd heeft. En Jezus zegt het ook. Ik zeg de dingen die mijn vader me zegt dat ik moet zeggen. Ik doe de dingen die ik mijn vader heb zien doen. Ik moet doen wat Jezus doet. Jezus ging toch naar groepen en hij ging het evangelie prediken. En hij zei de waarheid. Hij was een persoon die met autoriteit sprak. Hij was een persoon die gezag had. Hij was een persoon die... He was demonstrating the kingdom of God. En God heeft ons ook die autoriteit gegeven. En daarom zeg ik, het is beter dat je je bekeert en bij God bent. Want als je zoon van God bent, dan krijg je kracht, krijg je wijsheid, krijg je inzicht, word je gezegend. Ja? Zodat je zegt van, hey, ik ben bekeerd. Je bent wedergeboren. Hey, Libi. Ja. Daikatak alibi mos Libi. Ja. Dus, beste broer, beste zus. Talk back to me. Ik praat vandaag met u. Ja, ik ben een beetje enthousiast. Ik kom terug na 4 weken rust. Ja. Dus, bekering is een kort proces. Ik zeg, als je hier staat, als je nu daar zit, hef je handen op. Zeg, Heer, vanaf vandaag behoor ik u toe. Mijn leven geef ik aan u. In Jezus naam. Amen. Je bekeert je. Je gaat anders leven. En dat kan een paar keren voorkomen. Want je bent in een proces. Het gaat niet je hele leven lang duren. Want op een gegeven moment ga je beseffen. Ik moet leven zoals God dat van me vraagt. Ja? Je gaat zijn wetten respecteren. De vrezen des Heren gaat groeien. Ja, de vrezen des Heren. Om dit proces goed te kunnen begrijpen, moeten we kijken naar wat het woord zegt over bekering. En niet wat de moderne theologen, ja, die moderne theologen, dat wij leten hoe, de false teacher en de false prophet, ja, en de leerlingen en meningen van mensen hierover zeggen. Wat gebeurt er als iemand zich bekeert? Ja, bekering komt van het Griekse woord metaneo en dat betekent anders denken. Ja, dat betekent ja, achteraf, ja, bijvoorbeeld herzien, dat je moreel niet goed was, bezig was. Je hebt wroeging, je hebt betrouw, je hebt berouw, je hebt spijt. Ja, je wil tot inkeer komen. Dat is bekeer. Bekeren betekent een verandering. Je gaat anders denken. Je hebt berouw over de wijze waarop je leeft. En dus bekeer jij je van de wijze waarop jij leeft. We gaan naar de reclame. Ja, ik ben zo terug. Let it sink in. Amen. Ja, dus ik zeg tegen u, dus bekering is belangrijk. Bekeren betekent een verandering. Je gaat anders denken. Je hebt berouw over de wijze waarop je leeft. En dus bekeer je je van de wijze waarop je leeft. In het Oude Testament
beste broer, beste zus. In het Oude Testament begon men al te praten over bekering. Ja, in het Oude Testament lezen we de oproep tot bekering. Het volk van God deed niet wat God wilde. Vanaf ze uit Egypte, ja, dat God ze uit Egypte heeft gehaald, waren ze ongehoorzaam. Liefden ze op een verkeerde manier. Gingen ze afgoden van andere volken dienen. Gingen ze trouwen met andere mensen. Is leven zoals God dat niet wil. Het volk van God ging regelmatig hun eigen weg. Mijn vraag is aan u. Gaat u ook uw eigen weg of gaat u de weg van God? Ja, het volk van God ging regelmatig hun eigen weg en leefde naar hun eigen wil in de plaats, ja, dat ze Gods weg gingen. Ze probeerden alles van God, ja, ze probeerden naar de inzettingen van God te leven, maar namen daarnaast ook de gewoontes aan. Dus precies als je hier zegt, hoor, je bent een kind van God, je bent bekeerd, je zegt je bent een christen, je gaat elke zondag naar de kerk, je gaat elke week naar Bijbelstudie. Aan het eind van het jaar, oorjaar, dan neem je zogenaamd een badje. Je tekwam tjewassie. Met een beetje rozengeur, zeven geesten en een paar rozen enzovoort. Je bent bezig met afgoderij. Wat voor bekering? Je bent niet bekeerd. Ja, en dat zijn die dingen die gebeuren. Waarvoor we moeten oppassen. Je hart moet volledig zijn bij God. Je hart moet volledig toegewijd zijn aan God. Wat is die toegewijd? Wat betekent toegewijd zijn aan God? Laat me dat aan je vertellen. Want wanneer je zegt van ja, ik ga bekeren. Wanneer je zegt van ja, ik wil bekeren. Ik wil wedergeboren zijn. Dat wil zeggen dat je op dat moment die keuze maakt om je toe te wijden geheel aan God. Goed, en wat is die toewijding? Toegewijd zijn aan God betekent dat iemand zijn of haar leven, tijd, talenten en middelen inzet om God te dienen en te eren. Maar herhaal! Toegewijd zijn aan God betekent dat iemand zijn of haar leven, tijd, talenten en middelen inzet om God te dienen en te eren. Kom maar niet zeggen dat je bekeerd bent. Dan ga je nog uit vrijdag en zaterdagavond. Ja, en je blijft tot 4 uur in de ochtend en je drinkt alcohol en wassing. Niemand zegt dat je niet mag dansen. Niemand zegt niet dat je naar een feestje mag gaan. Maar weet wat je doet. Ja, het houdt dus in die toewijding naar God. Dat men die persoonlijke, dus je gaat op dat moment een persoonlijke relatie aan met God. Daarom noem je hem vader en hij zegt, joh, mijn zoon of mijn kind of mijn dochter. Ja, je gaat zijn geboden naleven. En je gaat het geloof, ja, je gaat je verdiepen in God, zodat het geloof gaat groeien. Ja? En wat staat er in Deuteronomium 6, vers 5? En gij zult de Heere, uw God, lief hebben. Met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht. Deze tekst benadrukt dat toewijding aan God alles is. Alles en de volledige inzet vereist van u. Beste mensen, beste broer, beste zus. God heeft zijn volk vele malen gewezen op hun overtredingen in het Oude Testament. Hij heeft profeten gestuurd, maar die profeten werden gedood, afgetakeld. Hij maakte zijn hart bekend door middel van zijn profeten. En hij kon door middel van de profeten de mensen aanspreken. Maar de mannen bij Arkie. En als je praat over het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, en ook heden ten dagen, luisteren we niet naar de stem van God. God gaf hen iedere keer in het Oude Testament weer de mogelijkheid om zich te bekeren tot hem en de zonden en de afgoden uit hun leven weg te doen en hun levenswijze te veranderen. Dat staat over God in het Oude Testament. Maar het geldt ook voor het Nieuwe Testament. En het geldt ook voor nu, die very, very moment. Het enige wat God wil met ons is die relatie. Die relatie wil hij met ons. En we lopen weg van die relatie van God. Vanuit zijn grote liefde voor ons wees hij ons iedere keer en wijst hij ons iedere keer dat wij ons leven moeten inrichten naar zijn wil. Het enige wat ik kan zeggen, beste broer, beste zus, het is jouw wil
Jij neemt het besluit. Maar elk besluit wat je neemt in jouw leven heeft consequenties. Maar zijn volk, staat in het Oude Testament, was hardnekkig en wilde niet naar hem luisteren. De weg van Egypte naar het beloofde land Jeruzalem is lopend 10 dagen. Ja, met de auto 3 dagen. Met het vliegtuig 1/2 uur. En ze hebben er 40 jaar over gedaan. Maar zijn volk was hardnekkig en wilde niet naar hem luisteren. Ze vonden het wel voldoende om bepaalde inzettingen, rituelen die God aan Mozes had gegeven te onderhouden. Maar daarnaast leefden zij voor zichzelf en deden wat ze zelf wilden. Oude Testament, Nieuwe Testament, nu. Het hart van de gelovigen is onbekeerd en behoorde God niet toe. Hoeveel mensen lopen nu rond met het hart gericht op die Bonumang, gericht op Boeddha, gericht op wat zeggen de sterren. Je hart moet naar God gaan. Hierdoor leefde zij net als heidenen en er was geen onderscheid tussen Gods volk en heidenen. Dus als er geen onderscheid is tussen u en ongelovigen, dan bent u niet bekeerd. Dan leeft u als een heiden. Gods volk had God afgewezen. En heden ten dagen, ik kom net uit Nederland, weet je hoeveel mensen daar leven die God hebben afgewezen. Zelf in mijn eigen familie. Mensen die God afwezen. Die mensen die daar de kerk, kerken hebben en zo. Ze hebben het niet makkelijk. Want Europa wordt steeds goddelozer en goddelozer. En men beledigt God. En weet je wat zo erg is? Als je iets zegt over de islam bij een islamfoob. Ja, je mag niet zeggen over de islam. En ze zeggen wel hun dingen over onze God, Jezus Christus. Dus watch out. Ik zal God altijd zijn naam prijzen en hogen. Halleluja, halleluja, halleluja. Er is geen God gelijk aan u. Er is geen vader gelijk aan u. De hemel is uw troon. De aarde is uw voetbank. En u bepaalt wat er gebeuren zal. Is mijn favoriete lied. En toch is mijn plek dat, jong. Dan ben ik naar mijn kankantrie. Ik pot wel een sopje naar een bar op het. Hé, die boom is dood. Zo zegt de Heer. Bekeert u. U keert u af van uw afgoden. En wendt u af van uw gruwelen. Efeze 14 vers. Nee, Ezechiël 14 vers 6. Als je bekeert en gehoorzaam bent, ja, 2 Kronieken 14 vers 7, dan gaat het goed. Want laat ons steden bouwen en ons met muren en torens, deuren en grendelen rondom versterken, terwijl het land nog voor ons open ligt. Want wij hebben de Heere, onze God, gezocht. U zoekt de Heere wanneer je bekeert. We hebben hem gezocht en hij heeft ons rondom zijn rust. Dus als jij een bekeerde persoon bent en wedergeboren, dan bent u in die rust. Ik ben in die rust. Denk je dat er geen dingen om me heen gebeuren? Ja, met werk, met normaal. Maar ik moet in die rust blijven, want ik heb de verzekering van Jehovah Rafa. De verzekering van Jehovah Shalom. Ja? Dus wanneer God bij jou is, gaat het goed. In ons land heb je heel veel onbekeerde mensen rondlopen. Politici, christenen, en vooral die mensen die in de politiek zitten. Ja, het is de wil van God. Het is de wil van God. Gebruik God niet zomaar in je mond, wanneer de politicus. Gebruik God niet zomaar in je mond. If God op me dappen, dan God op poer. If God op me dappen, God op poer, you too. Meneer de politicus. Met de komende verkiezingen. Ik zeg het nu. Dus schreeuw niet God, 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 God. Het staat in de Bijbel, in de 10 geboden. Gij zult de naam van God niet Martin zoekt die tekst voor me. Men zal de naam van God niet zomaar gebruiken. Ik waarschuw elke politicus vandaag. Mark my words. Ja? En alle mensen die weten te werken met, snijd dit stukje, zet het op Facebook. Elke politicus in Suriname waarschuwt, gebruik de naam van God niet zomaar. Alle de pastors zei, ik pakket stiekem. Ik waarschuw jullie. God is bezig te exposen.
God is bezig te openbaar te maken zij die in zonde leven. En als je een man Gods bent of een vrouw Gods en je staat in de bediening, is die straf voor jou nog zwaarder. Ik zag laatst weer iets op Facebook. Ja, en ik hoop dat het niet waar is. Ik hoop dat het niet waar is. Want als je die commentaren ziet, ja, daarom ga ik niet naar de kerk. We moeten ons richten op God. We moeten gehoorzaam zijn en we moeten onze zonde beleiden. En als je kind van God bent en je bent eerlijk oprecht bekeerd, dan doe je dat ook. Want wat zegt God in zijn woord tegen zijn bekeerde mensen? Wat zegt God tegen de mensen die zonde, maar die toch terug naar hem gaan? Want wanneer je terug gaat naar God, dan keer je je af van de zonde. 2 Kronieken 7 vers 14 in de Statenvertaling, het luidt als volgt: en mijn volk over de welke mijn naam genoemd wordt, verootmoedigt zich en bidt en zoekt mijn aangezicht. En bekeren zich. En bekeren zich. En bekeren zich van hun boze wegen. Zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven. En hun land. Het land gaat genezen worden. Ja, wanneer men zegt, ja, ik bekeer me. Die tekst waarover ik het had, waarmee ik elke politicus in Suriname waarschuw. Ik waarschuw jullie, jullie politicologen, partijleiders. Ga niet om campagnewegen rondlopen in kerken en op altaren staan en beloftes maken. Want ik ga je één ding zeggen, die God die wij dienen, niemand is groter. Ik waarschuw elke politicoloog. Ik waarschuw, ga je bekeren. Ga je bekeren. Leef eerlijk en wees integer wat het staat. Ik ga het voor u lezen in Exodus 20 vers 7. U zult de naam van de Heer, uw God, niet misbruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam misbruikt. Het is gezegd, gebruik God zijn naam, misbruik God zijn naam niet. Gebruik God zijn naam niet vals. En ik praat over bekering vandaag. Dus als u, beste broer, beste zus, zegt dat u wilt dienen. Ja, als u wilt dat God u plaats. Als u regeermacht wil hebben en God u plaats. Ja, dan moet u bekeerd zijn. Er zijn een aantal politicologen. Ze hebben uw macht. Ze hebben uw macht. Maar voor de verkiezing van 2020 hebben ze dingen beloofd. En zijn die beloftes niet nagekomen. En ze hebben God zijn naam genoemd. Jullie zijn gewaarschuwd. Jullie, politicologen, jullie zijn gewaarschuwd. Ga bekeren. Door het hele Oude Testament heen lezen wij over de barmhartigheid en de liefde van God. En over zijn vergevingsgezindheid. Maar je moet bekeren. Je moet je zonde beleiden. Beste broer, God zei niet, ik heb genoeg van jullie. God zei niet van, jullie kunnen je niet meer bekeren. Ik vergeef jullie niet meer. Dat heeft God nooit gezegd. Nee, God roept wel en tot nu toe en steeds weer. Ga en bekeert u. Bekeert u, bekeert u. Het volk van Suriname moet zich bekeren. Het volk van Suriname moet zijn zonde beleden. Het volk van Suriname moet de rug keren voor zonde. Ja, beste mensen. Wanneer we praten over bekering. Ja, dan geldt het voor ieder. Ook in het Nieuwe Testament, want we zijn net vragen over het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament. De eerste persoon in het Nieuwe Testament die over bekering sprak, was Johannes de Doper. Ja, hij sprak erover. Ja, en gij kunt, zult een profeet des Allerhoogste heten. Dat zei God, ja, die profeet aan Johannes. En gij kunt, zult een profeet des Allerhoogste heten, want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonde. Hey! Door de innerlijke barmhartigheid van onze God. Dat staat in Lucas 1 vers 76 tot en met 79. Beste broer, beste zus. God heeft Johannes apart gezegd. Laat God u apart zetten om die boodschap te brengen. Hij had een missie. Daarom werd hij afgezonderd in de woestijn. En op zijn 30ste begon hij het woord te prediken. Hij groeide niet op in de wereld, dus hij was schoon. Hij groeide niet op bij die mensen, tussen al die mensen. God heeft hem apart gezet. Hierdoor groeide hij op in de zuivere leer van het woord. Hij wist wat het evangelie van het koninkrijk was. En hij heeft het ook gebracht.
Hij wist wat het koninkrijk van God inhield en was niet aangetast en bevuild door de wereld. Wij allemaal zijn aangetast en bevuild. Maar dat wil niet zeggen dat je het evangelie van God niet kan brengen. Dat wil niet zeggen dat je je niet meer kan bekeren. Bekeer je, word wedergeboren en brengen. Ja, dus pas toen hij 28, 39 jaar oud was, begon hij het woord van God, ja, de boodschap te brengen. Dat staat in Lucas 3, vers 4 tot en met 6. Zo staat het ook in het boek van de profeet Jesaja. Iemand roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere vrij. Dat was Johannes. Maak zijn wegen recht. Elke kloof zal worden opgevuld. Elke berg en elke heuvel zal vlak gemaakt worden. Alle bochten zullen rechtgetrokken worden. En alle slechte wegen zullen vlak gemaakt worden. En alle mensen zullen zien dat God de mensen redt. In Matthäus 3, vers 2 staat er, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nagekomen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is. Komt zowel uit de woorden van Johannes de Doper en van Jezus zelf. Johannes de Doper in Matthäus 3, vers 2. Jezus in Matthäus 4, vers 17 zegt hij, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nagekomen. We hebben knap dat het koninkrijk der hemelen is aangekomen. En op het moment dat het is aangekomen, zal duisternis wijken in de naam van Jezus Christus. Ik kom tot u. Ik vraag u vandaag. En ik ga richting het einde. Zorg ervoor dat u een vruchtdrager bent van de bekering. Hoe weet je dat mensen bekeerd zijn? De vrucht van hun wandel was namelijk, ja, in overeenstemming met dat wat God wil. Bij mensen die dat niet is, dan zie je dat ze niet bekeerd zijn. Dus breng vrucht voort. Ja, breng vrucht voort. Ga het veld in. Ga mensen vertellen. Ja? En als je je niet bekeert, ja, staat er in Lucas 3, vers 9 een waarschuwing. De bijl ligt klaar. Dus daarom zeg ik, de vrucht van bekering is het goede leven. En in Lucas 3, vers 9 staat er, de bijl ligt al klaar. Bij de bomen. Jullie zijn de bomen. En elke boom waar geen goede vruchten aan groeien, zal worden omgehakt en in het vuur worden gegooid. Beste mensen, ik ga naar het einde toe. Ik ga naar het einde toe en ik zeg jullie en ik verzoek jullie. Ga je bekeren. Ga ervoor zorgen dat je een wedergeboren christen wordt. Ga ervoor zorgen dat jij gaat doen wat God van je vraagt. Beste mensen, Jezus stond versteld van het ongeloof en de onwelwillendheid en onwetendheid en ongehoorzaamheid van mensen. Ondanks de signs en wonder. Ook al kom ik en ik bid in de naam van Jezus. En ik was ergens in Nederland en mensen begonnen grappen te maken over genezing. En ik had gebeden voor een van die personen. En ze begonnen grappen erover te maken. Weet je wat dat wil zeggen? Geloofden ze Jezus niet? Geloofden ze niet? Ik weet het niet. Wanneer je bekeerd bent, gaat dat plan van God in werking voor je leven. En dan ga je een goed leven leiden. Beste broer, beste zus. Bekering houdt in de zonde wegdoen van je leven. Een verandering van gedachten dat zich uit in spijt hebben, oftewel berouw hebben. En er moet een verandering te zien zijn in uw gedrag. Je kunt niet de oude persoon blijven die je vroeger was. Je moet bekeren. Gods woord, redding. Met het horen van het woord. Bekering begint daarmee. Door het horen van Gods woord, de waarheid, word je geconfronteerd met de zondige staat van je leven. Je wordt geconfronteerd met jouw leven als zondaar. Op het moment dat je de waarheid hoort, kun je keuzes maken. Berouw hebben, je bekeren van je zondige wandelen en de zonde wegdoen uit jouw leven. Omdat je Jezus wilt dienen. Heel veel mensen verwerpen het woord. En ze bekeren niet. Want ze weten niet wat er staat in het woord. Ja? Zolang je nog blijft wandelen in zonde en ongerechtigheden blijft doen, wil dat zeggen dat je je nog niet hebt bekeerd. Ieder, ja? 1 Johannes 3 vers 9. Ieder die uit God geboren is, die dat doet, ja, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Ik herhaal 1 Johannes 3 vers 9. Ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen,
want hij is uit God geboren. Dus wees het zout der aarde. Beste mensen, ik roep jullie op vandaag om te bekeren. Ik roep jullie op om te leven zoals God. God heeft zich verzoend, ja, met Adam en Eva nadat ze die zonde hebben gepleegd. Er is bloed gevloeid. Jouw karakter moet het karakter zijn van Jezus Christus. Niet het karakter van de duivel, van de vijand. Want ieder mens in het vlees, ja, ja, zal niet een kind van God kunnen zijn. En daar wacht de eeuwige dood. Maar wij werken, ja, voor het eeuwig leven. Jezus zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Matthäus 4, vers 17. Gaat u heen vandaag, beste broer. Ja, ik ga u vragen uw handen op te heffen. Ik ga u vragen uw ogen te sluiten en me na te zeggen. Vader God, ik kom tot u. God, zuivert u mijn wandel en mijn hart. Laat uw wil geschieden in de naam van Jezus. Bloed van Jezus, wast u elke negatieve, onzuivere, onreine herinnering en gedachte bij mijn weg in de naam van Jezus Christus. Heer, ik beloof u dat ik vanaf vandaag zal leven according your will and your laws. In Jezus' name, amen. Amen. Beste broer, beste zus, ik ben aan het einde gekomen. Ja, in Psalm 68, vers 5 staat, zing voor God en bezing zijn naam. In Psalm 23, vers 6 staat, geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Dus wanneer je bekeerd hebt, geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Laten we bidden. Vader, ik kom tot u op dit moment. En ik dank u voor vandaag. Ik dank u voor ieder die geluisterd heeft. Laat de woorden die ik vandaag heb gesproken als goede zaad vallen in grond, zodat het vrucht kan gaan dragen. Ik bid op dit moment, Vader, dat mensen die op dit moment in twijfel zaten en niet wisten hoe of niet de juiste levenswijze hadden, dat ze bekeren. Vader, ik vraag vergiffenis voor ieder. Vraag vergiffenis voor ieder die op dit moment hier zit en luistert en die helemaal weer bij u wil komen en opnieuw wil beginnen. Vader, vergeeft u hen. Ik bid, Vader, dat ze zich op dit moment bekeren en dat ze hun leven geven aan u om te leven zoals u dat wil. Vader, ik bid ook voor dit land Suriname, voor de tijd waarin we leven op weg naar de verkiezingen, dat u de juiste leiders aanwijst om dit land te leiden. Elke vorm van afgoderij, ja, onrechtmatigheid, onrecht, Vader, vernietig ik met het vuur van Jezus Christus, in de naam van Jezus Christus. Elke vorm, Vader, van oneerlijkheid bind ik en bestraf ik in de naam van Jezus. Vader, ik roep uw bloed, uw machtig bloed over het land van Suriname. Vader, ik bid voor elke geestelijke leider in Suriname. Leid u hen, Vader. Ik bid voor de bisschoppen in Suriname, de apostelen, de diakens, mensen die in de bediening staan. Maak ze sterk geestelijk, zodat ze het woord van u kunnen brengen voor de mensen die verloren dreigen te gaan. Het is een tijd van bekering. Wilt u elke Suriname, broeder en zuster, leiden om zich te bekeren? Ik spreek, Vader, dat uw bloed zal werken en dat de Heilige Geest mensen zal aanraken in de naam van Jezus Christus. Op dit moment zegt de Geest mij, er is iemand thuis met rugpijn. Ik bid in de naam van Jezus. Wees genezen van die pijn in je rug, in Jezus' naam. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Carry me, oh, carry me, Holy Spirit, carry me, oh, carry me, on wings of eagles, carry me, oh, carry me, to the place of prayer, carry me, oh.
Spirit, carry me, oh. To the place of power, carry me, oh. Carry me, oh. Carry me, oh. Carry me to realms of glory. Carry me, oh. Carry me, oh. Holy Spirit, carry me, oh. Carry me, oh. Holy Spirit, guide me, oh. Guide me. I need direction. Guide. Guide me, oh. Guide me.
Greater.
verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. Baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Thank you.